meen ik. Alweer? Dat was die wijven dan en die stempelkip los. Die staan achter je. Wat vind je ervan? Ja, wat moet ik ervan vinden? Mijn kost mis ik dan die grafbergen. Vanuit Barcelona. Nou, ik hoop dat je me kan verstaan met die enorme waterval hier op de achtergrond. Maar we zijn alweer klaar voor dag 2 van de challenge. En dag 2 brengt ons van Barcelona naar... Oh, wat was het ook alweer? Nou, het zou Madrid kunnen zijn. Ik denk dat het Madrid is. De auto is weer helemaal volgeladen. En ja, we gaan weer eens vandaag kijken hoe het ons in Spanje vergaat. As you see, the hotel is very helpful. And they really got a request to leave all, hopefully, quiet. Yeah. Once we're gone here, you can make noise. Because there were a lot of complaints, especially from the American guests. Because they thought there was like, with all the sirens, there was like an attack. But, okay. Ja, Sjoerd had ons natuurlijk gevraagd om rustig te vertrekken. Maar dat gaat hier niet lukken. Een keer gaan. Er zit een hoop politie in de stad natuurlijk en die zullen ons wel zeker goed in de gaten houden. Maar we zijn weer vertrokken. Nou, niet helemaal zoals Sjoerd had gevraagd zonder al te veel herrie te maken, want dat was best luidruchtig. Dus dat hotel kunnen we waarschijnlijk ook van ons lijstje afhalen. Maar ja, het is altijd wel grappig, hè. Ja, weet je, het hoort er een beetje bij. Voor nu gaan we dus niet naar Madrid zoals ik al had gezegd, maar naar Andorra. Naar Andorra. We hebben 2 checkpoints vandaag en we moeten alle 2 checkpoints ook af, want anders krijg je geen stempels en kan je ook niet winnen. Nou, voor nu gaan we even kijken of we de stad uit kunnen komen en daarna komen we natuurlijk weer bij jullie terug. Schiet helemaal in de stress, want daar staat de eindlocatie in, maar we hebben een aantal checkpoints van de challenge opgekregen. Dan zijn ze meestal niet zo heel erg goed met routes voorbereiden, maar we hebben tegenwoordig ineens checkpoints. Ja, en die moet je dan zien te vinden. Dus we rijden nu ergens door een dorpje of een stadje en richting Blanes. We zijn volop aan het navigeren en Cindy heeft een waypointer. Okay, daar is de Pac-Man auto. Oh, okay. Maar moeten we daar ook heen? Ja. Klopt dat? Ja. Nou, dat maakt het op zich natuurlijk wel wat leuker. Hè? Dat snelweg rijden heel hard is wel eventjes leuk, maar na een tijdje gaat het ook vervelen. En nu moeten we echt navigeren en ook onze stempelpost halen. Want de challenge kan je dus niet winnen als je niet alle stempels hebt. En ja, die krijg je dus op zo'n checkpoint. En voor een tweede keer dit jaar zijn we nu in Blanes. Waren we al met de streetcasm en nu zijn we er ook weer met de challenge. Zo zie je maar, Europa is best klein als het gaat om autoritjes. Ja, daar ga ik niet tussendoor passen. Thank you. Dankjewel. Rustig checkpoint en lunch. Dus we kunnen nu gewoon... Lunchlocatie. Naar de range locatie, oké. Okay, maar hij gaat jou denk ik nu niet meer over deze. Ja jongens, en als jullie denken, wat gaat die Mercedes toch lekker over die weggetjes. Ja, dat kan kloppen, want de auto is hier bekend. Met de streetcasm hebben we exact dezelfde weg gereden, alleen ja, dan de andere kant op. Dus super origineel. Ja, het is ook wel echt een top weggetje. Zoals je weet, voor Cindy wat minder. Maar als je achter het stuur zit... Ah, oh, zo lekker. Ja, het is net een achtbaan. Nee, maar ze doet ook nooit. Oh, sorry. Komt-ie. Ja.
doen het eigenlijk te weinig, maar soms moet je gewoon eventjes stoppen op de route en genieten van de ontzettend prachtige omgeving. En ja, wauw. We hebben de berg weer achter ons gelaten en ja, ik heb het weer warm en Cindy heeft het nog wat warmer waarschijnlijk. We gaan onze weg vervolgen, we moeten nog 38 kilometer en dan zijn we bij onze lunchstop. Aangekomen op de lunchlocatie. Nou, dat was niet zo lang ritje. Een beetje veel door de bergen, dus ja, op zich prima. We zijn weer bij een prachtig kasteel. Ja, het concept wordt een beetje eentonig. Hè? Elke keer ga je van kasteel naar kasteel en wel mooie omgevingen. Nou, de weg die je hebt gezien is een hele bekende, want we waren natuurlijk met Streetcasm en dit is mijn vriend. We gaan samen kamperen binnenkort. Ja, dat weten we nog niet zeker, maar dat zie je in de volgende vlog. Nou, de lunchstop is weer voorbij en we gaan snel door richting Andorra. In Andorra, nou, een van de weinige landjes rondom Europa waar ik nog niet geweest ben. Het is ook niet heel groot, dus misschien rijden we straks wel iets te hard en dan rijden we het land weer uit. Maar ja, het weer is niet zo heel erg mooi hier. De wegen zijn op zich gewoon prima. Net een klein beetje regen gehad en dat is nu weer lekker opgedroogd. Nog 12 kilometer tot aan het hotel. En dan zijn we dan weer voor dag 2. Einde van dag 2, we zijn aangekomen in Andorra. Ja, het lijkt een soort wintersportgebied, maar dan zonder de winter. We gaan gewoon eens even binnenkijken, denk ik. Goede rit gehad. Jammer genoeg heeft Cindy het verkeerde adres in de Navi gezet, dus daarom kwamen we ergens midden in de stad uit bij, nou ja, niet het hotel waar we moeten zijn. En nu zijn we bij het juiste hotel en we gaan eens even kijken hoe het hier is. Mocht ik nou niks meer opnemen, is het einde van dag 2 en ook einde van deze vlog. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Vond je hem weer leuk? Doe even een thumbs up. En in ieder geval, tot de volgende keer. Hola, kom eens hier. Duurt zo lang.